En dan de tweede man in die finale, Theo Meijer, 26 jaar, sportschool Boersma uit Amersfoort. En hij neemt het op tegen de zeer sterke Armenier, de Rus dus, Gaurgashvili. De man in het blauw, Meijer in het wit. En kijk nu eens hoe het tilt hem er makkelijk uit. En Theo is iets groter. En daardoor kan hij zijn handen plaatsen op de tatami, op de mat. Kijkt u maar, hij haalt het net niet, Gaurgashvili. En dan gaat de strijd weer verder. Theo Meijer, die Europees kampioen was in 85 onder 21. Maar zijn beste partij maakte hij in Essen bij de wereldkampioenschappen toen hij tweede werd in 1987. En toen verloor hij in die finale slechts van Sugai, de Japanner. En kijkt u nog eens een keer bij de revers vast, die schouderworp voor zo'n grote, zware judoka tot 95 kilogram, zie je dat niet zo vaak. Maar Meijer heeft er zin in, heeft een hernia, heeft twee hernia operaties achter de rug. En is sterk aan het terugkomen. Maar hier komt hij achter met een yuko. Hij won eerder van de chef Sosna, van Isler, de Zwitser. En Trenor, de Fransman, het werd onbeslist, wit en blauw, maar Theo Meijer mocht verder naar de finale. Hij had last van diarree, vertelde na afloop dat hij meer last had van kwaal dan van de Rus. Maar dat kun je altijd zeggen natuurlijk als je tot winnaar bent uitgeroepen. Judo krijgt Gaurgashvili wegens passiviteit. En Theo Meijer is na die operatie veel rustiger, veel ontspannender gaan judo. En dan komt die schouderworp weer in de hoek. En dan komt die rust, die loopt om hem heen. En dan krijgt hij hem nog een keer. Maar op de grond kun je niet scoren. Dus als je eenmaal op de grond zit, kun je alleen maar maken een verwerging armklem of een houtgreep. Dan komt die schouderworp nog een keer. Hij stapt eruit. Gaurgashvili. En dan komt hij terug. En dan draait hij erin. Weer die schouderworp. Hij zou gewaarschuwd moeten zijn. Kijkt u maar, hij pakt de mouw vast en dan heeft hij bij de revers en dan komt die halve punt. Er waren nog 25 seconden te gaan en dit bracht Theo Meijer goud. De 26-jarige sympathieke Amersfoorter. Hij werkte bij zijn moeder in het taxibedrijf en na al dat trainen eindelijk heeft hij eens een keer wat geluk. Na die zware blessure en let u op, eerst die baraai. Dat is de afleidingsmanoeuvre en dan komt die man links naar voren en dan kun je eronder in en dan heb je succes. In het begin van dit jaar had hij al een derde plaats in Japan en hij is verder gegaan en heeft prima gewerkt bij dit Europees kampioenschap in Praag. En zeer verdiend behaalt deze man, Theo Meijer, het goud in die klasse tot 95 kilogram.